Yo, het is Tito weer en we zijn weer met een nieuwe aflevering van Minecraft. Yes, en we gaan weer verder met het dorp bouwen. We gaan verder bouwen naast de dierenstal en gelijk naast het begin van, gewoon van het dorp in principe. Bouwen we gewoon weer mooi verder. Hier hebben we pad, die heb ik nog niet verder gemaakt. Dus bij deze is het dan 5 blokken. Dus 1, 2, 3, 4. 4 blokken en dan eentje naar achter. Dan krijgen we dit. Zo. Of ja, ik zou wel zeggen 5 blokken. Dus dan 1, 2, 3, 4, 5. Dan 1 naar achter. Of 2 naar achter. Dan kom je bij dat blok uit. Zeg maar, dat zie je daar in het filmpje. Maar dat komt dan helemaal goed. Vind je dit een mooi huisje? Geef alvast de blauw duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Blijf lekker kijken hoe je dit moet maken. Het is niet al te moeilijk. Het is best wel simpel eigenlijk. Ik heb het gewoon lekker simpel gehouden vandaag. Dus ik zou zeggen, blijf lekker kijken om het na te maken. En dan here we go. Oké, en we gaan beginnen met de keienblok. Daar beginnen we naast de dierenstal mee aan het begin van het dorp. En we hier pad lopen. Dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5 en dan 1, 2. We zetten als eerste keienblok neer en dan gaan we 8. Gaan wij die kant op. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan gaan we 6 de andere kant op. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. En een totaalrij van 6. Dus 1, 2, 3, 4, 5 en 6. En dan maken we de vierkant zeg maar af, of de rechthoek. Dan krijgen we dit. En eromheen doen wij keienplaten. Als een mooi onderkantje. Dan krijgen we maar dit. En zo. Dan doen we 1, 2 keien. 1, 2 keien. Of om en om. Even kijken hoor. Nee, gewoon 2 keien zo. Hop, hop, hop. En dan hier zo. Eén, twee. Nee, wacht. Maak hem eens helemaal vol. Hoppa. Zo doen we dat. Ik wil even kijken of er iets van ramen in konden. Maar dat gooien we zo wel even er mooi in. Een paar mooie raampjes. En dan gaan we nog eentje omhoog. Dus we hebben een rij van 4 hoog. Oké, als we dat hebben gedaan, dan pakken we onze kei nog even erbij en plaatsen 1, 2 keien, 2 trappetjes, 1, 2 daarnaast, zeg maar. En dan kunnen we deze weer even weghalen. En plaatsen sparrenhouten blokken, plaatsen zo mooi eromheen, om het huis, of om de... Aan de bovenkant van de keien. Zo. Als we dat gedaan hebben, gaan we 4 omhoog. 1, 2, 3, 4. En dan de onderkant, die maken we zo mooi dicht. Dus 1, 2, 3, 4. Onderkant maken we zo mooi dicht. En doen we met sparrenhout. 1, 2, 3, 4. Die gaat zo. En de laatste. 1, 2, 3, 4. En die gaat dan daar. En die trapjes halen we even weg. Die zetten we er zo wel even mooi tegenaan. Oké, dan pakken we de witgeharde klei. En dan doen we 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan krijg je hier een mooie pad van 2. En hier komt dadelijk dan... zeg maar wel de trappetjes zo mooi te staan. Dan gaan we 1, 2, 3.
1, 2. En dan hier 1, 2. En dan doen wij hier aan de bovenkant zeg maar een raampje dadelijk mooi in. Zo, 1, 2. En 1. 1, 2. Dan komt daar de deuren. En dat doen we eigenlijk hetzelfde met deze kant. Zo. Komt hier een raampje, hier een raampje. Even kijken hoor. Ja, we hebben één raam van 2 en één raam van 1. En aan de andere kant doen we dat uiteraard weer hetzelfde. Zo. En dan kunnen we hier wel een mooie raampjes van maken. 1, 1 en 1. Nee, en 2. Hoppa. Zo. Die gaat daarheen. Deze komt hierheen. En dan krijgen we hier een raampje van 2. En hier een raampje van 1. Dan klopt dat. En dan doen we houten valluik. Doen we boven de ramen. Dus een keer weer wat anders. Zo. Oké, als we dat gedaan hebben, dan pakken we de donkere eikenhouten trap. En die zetten we zo mooi op het huis neer. Of nee, we doen als eerst nog even een paaltje omheen. Zo. Hoppa. Dat is wat mooier, denk ik. Hij ziet er eigenlijk niet zo heel veel van, maar. Dan kunnen we daar de trappetjes tegenaan zetten. Dat was net wat mooier, denk ik. Kijk, ja, dan plaatsen we die gewoon zo mooi er tegenaan. En dan die op zijn kop uiteraard. Gewone op zijn kop. En dan pakken we dadelijk één donkere eikenhouten plank. Doen we één. Dus doen wij 1, 2 trappetjes gewoon. Ook aan deze kant. 1, 2 trappetjes gewoon. 1 op zijn kop. 1 blok. 1 op zijn kop. 1 blok. Deze kant ook. 1 op zijn kop. 1 blok. Op zijn kop. Op zijn kop. En dan 2 normaal. 1, 2. En hierbovenop kunnen we ook 1 trappetje neerzetten. Zo. En dan 1 eroverheen laten hangen. Krijg gewoon mooi dit. En dan maken we het dak in principe gewoon helemaal verder af. Volg gewoon de lijnen. Daarheen. Daar een mooi blokje. Die gaat hierheen. Hoppa. En deze gaat ook. Deze gaat hetzelfde. En die gaat dan die kant. Zo, die halen we even weg. Krijg gewoon mooi zo'n dakje. Deze kant heb ik al helemaal gedaan. En deze kant ook al. Dat is mooi. Dan pakken wij de witgeharde klei. Of nee, we doen eerst de sparrenhout. Dat is wel makkelijker. We 1, 2. 1,
2 en dan zo 1, 2. Dan krijgen we dit en dan vullen we de rest in met wit harde klei. En zo, doe ook aan deze kant. Ja, oké, okay, 1, 2, 1, 2 en dan 1 en 2. Wit harde klei erbij. Wat ruimt, is leuk, hè? Zo, die daar en daar. Dan pakken we de witte ramen. Tenminste, ik kies voor de witte ramen. Je kan natuurlijk een andere kleur kiezen of gewoon hele blokken van ramen. Dat kan ook. En dan kunnen we hier een mooie vloer in maken. En de vloer kun je ook helemaal zelf naar keuze maken, uiteraard. En als je dit hebt gedaan, dan kan je hieronder, zeg maar misschien hier in de hoek, kan je dan een trappetje naar beneden maken. Of een ladder. Maak je een ladder naar beneden en dan heb je nog een kelder, zeg maar. Haal je gewoon hier één hoek weg en dan kan je naar beneden lopen. Dat is misschien ook wel lachen, zeg maar. Oké, dan gaan we het trappetje maken hier naar beneden. Dus 1, 2. 1, 2. Pakken nog eikenhout platen erbij. Ik zeg planken, maar het zijn platen. 1, 2. Dan pakken wij de trappetje. Dan doen wij 1 op z'n kop. Is dit mooi? Even kijken hoor. Ja, kan wel. Ja, oké. Okay, 2. Dan gaan we gewoon op z'n kop weer. 2 normaal. En dan wil ik die eigenlijk ook op z'n kop hebben. Even kijken hoor. Dan gaan we hier een beetje gaven. Zo. Op z'n kop, op z'n kop. Ja, kijk. Perfect. En dan weer 2 normaal. Pakken we de keienmuur erbij. Plaatsen 1. 2. Nou. Zo. Grasblok. Even kijken hoor. Die vullen we hier mooi weer in. En dan komt hier weer eentje. 1, 2, 3. Gewoon ter ondersteuning. Dan hou hier eentje weg. 1, 2. En dan kunnen we deze ook wel even weghalen. Zo. 1, 2. Kijk, dat ziet er al een stuk beter uit, hè? En dan hier aan deze kant. Kunnen we ook even een mooie in de hoeken. Een blok neerzetten. Met een mooie paal. Oh, dat gaat niet goed. Zo. Deze kant ook. Die kant en die kant. Geeft toch net wat die extra detail eraan. Toch wel leuk. Toch wel leuk en mooi aan het huisje. En dan kunnen wij even aan de onderkant de ramen maken. Daar gebruik ik ijzeren hekken voor. Dan doen we hier 1. En hier 1. Zo. En dan plaatsen we gelijk de fakkels ernaast. Zo. Hoppa. Hetzelfde geldt met deze kant. 1, 2. 1. Nee, dat krijgen we net als net weer. Even kijken hoor. Die weghalen. Die hier. Nee. Nou, dan doe het zo. Dan hebben we twee ramen van 1. Twee ramen van 1. Zo. En dan plaats hier weer mooi die fakkels. Dan hebben we hier 1, 1. Dan hebben we 1 raam van 1. En dan 1, 2. En dan weer een raam van 1. En plaats gelijk die fakkels. Zo. Hoppa. Dan krijgen we mooi dit. En dan kunnen we nog aan de onderkant een beetje een sierrandje met eikenhouten trappetjes. Kunnen we zo nog eromheen.
Zo. Kom ik daar makkelijk langs zo? Ja, kijk. Hopsakaas. Hoppa, zo doen we dat. En dan kunnen we ook hier onder het raampje doen. Een soort vensterbankje. Dat is leuk, hè? Zo. En uiteraard kunnen we plaatsen wij even de deuren erin. Houten deur. Hoppa. Zo, twee mooie deurtjes erin. En dan kunnen wij nog even met sparrenhouten hekjes en eikenhouten platen. Pakken wij een eikenhouten plaat, die zetten wij hier aan de onderkant. Zo, mooi erop. En dan met eikenhouten hekjes gaan wij daarmee omhoog. En dan krijgen we mooi dit. En dan kunnen we aan de onderkant van zo'n plaat zeg maar nog een trapje neerzetten. Dan wordt het waarschijnlijk een dubbele plaat. Of gewoon een heel blok. Maar dat bekijken we zo even. Zo, die gaat daar. Die gaat daar zo. En de laatste twee hoekjes. Zo. En deze komt hier. Even kijken hoor. Ja, kijk. Oh, dit is ook wel leuk misschien. Zo. Zo. Zullen we. Even kijken hoor. Ja, kijk. Hoppa, plaats gewoon nog een plaat ertussen. Waar tussen, daar tussen. Oh, nee, ja. Hopsa. En dan is die helemaal af. En ja, je kan in principe nog een paar vakkeltjes zo hier en daar plaatsen, weet je wel, naast de ramen zo. Hetzelfde aan de binnenkant. Zo. En deze. Of op de vensterbanken. Dat kan natuurlijk ook. Nou, ik zou zeggen, geef de blauw duimpjes omhoog voor dit mooi klein compact huisje. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer mijn kanaal. En dan zou ik zeggen, later.